of vraag het gewoon. Dit gaat eigenlijk over CO2 in de vorm van zoals je het hier tegenkomt in deze ruimte. Ik heb daar een CO2-meter neergezet. Die stond bij het praatje van Brenno op een gegeven moment op 1600 ppm. Wat dat inhoudt, dat hoor je straks voor mensen die het nog niet weten. Ik heb daarna die ventilator aangezet, maar dat hielp niet echt. Die deur openzetten hielp meer, waarmee die waarde lager is geworden. Dus ja, dit gaat eigenlijk over niet CO2 voor het milieu, niet CO2 voor in je bier of in andere dingen, maar eigenlijk gewoon voor in je woonomgeving, voor in je hackerspace, voor noem maar op. En ik heb dan een paar dingetjes van wat zijn de effecten, waar komt het vandaan, hoe meet je het, hoe raken we het kwijt en gewoon de ervaringen die ik er zelf mee heb. CO en CO2. CO wordt heel vaak genoemd, koolmonoxide. En koolmonoxide, dat was laatst weer de oorzaak dat er weer mensen waren overleden en voor allerlei nare effecten en zo. Maar over CO2 hoor je eigenlijk nooit wat. Dus ja, als je aan gaat kijken, zowel CO als CO2 zijn alle twee reukloos, kleurloos, smaakloos en eigenlijk merk je er weinig van. Dus als die concentratie hoger is, dan heb je niet zoiets dat je zegt van nou jongens, we hebben weer aardig wat CO2. Als je licht hebt of iets anders, dan heb je nog dat je het echt merkt. Hè? Maar CO en CO2 merk je niet. Het heeft wel zij-effecten. Dus als we nou eens gaan kijken wat de zij-effecten zijn, en je houdt die ruimte hier dicht, dan krijg je op een gegeven moment krijg je het benauwd. Dan zeggen mensen, nou, er is te weinig zuurstof. Nou is die tabel hier een beetje klein, maar hier staan hoogtes op. Van op een gegeven moment, als je met wintersport gaat, of bergwandelingen of zo. Dus dan heb je een beetje een idee van hoe ver het percentage kan dalen. Nou, hier zitten we ongeveer op, kijken we. Nou, hier staat 20,9% zuurstof van de lucht. Dus dat is eigenlijk best veel. En dan zeggen ze van, nou weet je, als we nou veel minder zuurstof hebben, dan merken we dat. Dan moet echt het raam open vanwege de zuurstof. Maar voor de mensen die wel eens zijn gaan wintersporten, hier zit gewoon op pak een beetje 2000 meter of zo. Dan zit ik hier op 16,3% zuurstof. Dat is toch wel aanmerkelijk minder dan wat we anders hebben. Of stel dat je nog hoger komt, 3000 meter, zit je op 14,4% zuurstof. Dus dat is echt aanmerkelijk minder dan die bijna 21% die we daar hebben. Dus je kan met 6% minder zuurstof nog steeds gewoon heerlijk door die bergen wandelen, zonder dat je benauwd wordt of zonder dat je andere last hebt van effecten. En laten we dan eens gaan kijken naar de effecten van bijvoorbeeld CO. Ja, het is ook wat lastiger leesbaar, maar bij 35 ppm, dat is 0,0035%, krijg je al dat je koppijn krijgt en allemaal van dat soort zaken. Dus je hebt maar ontzettend weinig koolmonoxide nodig om daar last van te krijgen. Maar als we een heel stuk verder gaan, naar 400 ppm, dan krijg je koppijn en ja, in ieder geval binnen 1 tot 2 uur. Dus je hebt eigenlijk maar 0,04% nodig voordat je echt van CO koppijn krijgt en dat soort dingen. Bij een hogere concentratie, hier hebben ze het bij 1250 ppm, dus 1,28%. Heb je nadat je drie keer adem hebt gehaald, heb je op een gegeven moment al dat je flauw valt. Drie minuten ben je waarschijnlijk overleden. Dus CO is echt gewoon gevaarlijk. Als je CO in je omgeving hebt, dan is dat niet best. Nou leerde ik vroeger met scheikunde dat CO, dat was ook slecht. Hè? Moest je voorkomen met scheikundige formules invullen, dus dat je de juiste hoeveelheden had. Maar als daar CO2 uitkwam, dan was dat perfect. Hè? Dus CO2 is waarschijnlijk, als je het zo bekijkt, helemaal niet gevaarlijk. Dus laten we eens kijken, met een ander tabelletje, wat de effecten zijn van CO2. Nou, in de buitenlucht hebben we ongeveer 0,04%, oftewel 400 ppm, 400 parts per million aan CO2. En dit is een oud tabelletje. En dan zie je dat als wij uitademen, dan zit er ongeveer 3 tot 4% CO2 in. Dus we ademen best veel CO2 uit. Maar hierbij 1 tot 1,5% geven ze heel aan dat je gewoon in je lichaam dat je al echt duidelijke effecten begint te krijgen. Dat is ongeveer 10.000 ppm. Dus ten opzichte van koolmonoxide heb je ook echt effecten bij CO2. Sterker, als je nog meer krijgt hier,
Dan geven ze aan dat je ook problemen krijgt met je ademhaling en met nog meer van dat soort effecten. En hier bij meer dan 10% zeggen ze dat de kans heel groot is dat je na een minuut, dat je ongeveer ook, ja, als er geen actie wordt ondernomen, dat je grotere kans krijgt dat je overlijdt. Ze hebben ook dat ze bij vliegvelden en zo, dat ze die ganzen, die verstikken ze ook met CO2. Die vallen dan eerst rustig in slaap en daarna overlijden ze. Dus CO2 is veel minder onschuldig dan dat ik vroeger dacht. En als je kijkt, is het wel ja, minder schuldig dan CO, dan koolmonoxide. Maar het scheelt eigenlijk maar een factor 10 of zo. Dus als je kijkt naar een kachel, en jij zet hier gewoon een kachel neer. En dat ding dat stoot best veel CO2 uit. En hij krijgt nog genoeg zuurstof dat hij weinig CO heeft. Dan is het wel degelijk gevaarlijk. Dus bij een hoge concentratie CO2 in de lucht heb je dus ook dat je gewoon kan overlijden. Wat zeg je dan? Nou ja, ongeveer zo, ja. Er zit ongeveer een factor 10 tussen. Ja, valt tegen, denk ik. Ik heb een... Ik kreeg een foto van iemand toegestuurd. Die had zo'n gaskachel in zijn garage staan. Het is gewoon lekker om die garage te verwarmen. Die had er zo'n CO2-meter bij gezet. En die wees 4500 ppm aan. Dus dan zit je toch al gewoon eigenlijk in deze range al. Of nee, sorry. Nee, klopt. Je hebt gelijk, ja. Maar... Die zijn hoger. Nee, klopt. Ja, in de tuinbouw heb je dat, als je gaat kijken, dat ze de concentratie verhogen van pak een beet 400 naar 800 tot 1200 ppm. En dat is toereikend. En dat doen ze over het algemeen, doen ze dat eigenlijk met een soort van gewoon gaskachels. Waarvan de uitlaat gewoon in de gas, of in de kast zit. Dus die concentratie die is wel hoger, maar die is... Eigenlijk nog niet zo hoog. Ja. Nou, van wat ik weet heb je dat CO2... ongeveer een factor 100 beter wordt opgenomen in water dan in de lucht, zeg maar. Dus als je ook te veel CO2 in je lichaam krijgt, zal het ook effecten hebben. Maar die effecten, die ken ik niet. Ja. Dat klopt, het is ook minder schadelijk, maar wat ik probeerde aan te geven, eigenlijk dat is dat het ook gewoon schadelijk is. Terwijl ik vroeger het idee had van hoeveel CO2 we ook in de lucht hebben, het heeft toch geen effect. Dus als je, maar dat valt dus tegen. Dus als je op een gegeven moment ook in je woning zit of in andere dingen, dan moet je gewoon echt duidelijk rekening houden met hoeveelheid CO2 in de lucht. Er was in 2012 een onderzoek. En daar hebben ze gewoon gekeken met een paar studenten, gewoon proeven gedaan, van als we nou met kleine hoeveelheden CO2 gewoon kijken van jongens, merken we daar wat van? Hè? En eigenlijk gingen ze vanuit van nou, dat merken we. En dan hadden ze met name dat voor dingen die je gewoon met je hersenen doet, concentratie en andere oorzaken, dat ze gewoon merkten hier, ja, het is niet te zien daar, dit was met die witte bolletjes zijn met 600 ppm, die blauwe zijn met 1000 ppm, en die zwarte zijn met 2500 ppm. En dan zag je gewoon dat op een aantal testjes die ze gedaan hadden, basic activity, dat ze hier gewoon duidelijk merkten of je nou 600 ppm had of 2500 ppm. Waarmee je gewoon echt al merkte dat het functioneren van die mensen duidelijk veel minder werd. En eigenlijk was dat de verwachting helemaal niet.
Dus ja, wat voor concentratie is er nu veilig in een omgeving? En als je het echt gewoon zo wil houden, gewoon optimale concentratie blijft houden, optimaal je werk kan doen, zou je dus eigenlijk moeten zorgen dat je in ieder geval onder de 1000 PPM. En dat is eigenlijk al veel minder dan wat mensen vroeger dachten. Ja, weet je, je hebt zo'n zaal als dit. Daar zaten we net met niet eens zoveel mensen. Met het praatje van Brenno zaten we op 1600 ppm. Dus dan zit je gewoon al op een niveau waarvan je langzamerhand kan zeggen dat gewoon een aantal mensen het verhaal niet snapten. Puur door de hoeveelheid CO2 in de lucht. Dus dan ben jij geconcentreerd te werken? Zeg je? Ja. Maar dan probeer je dus geconcentreerd te werken. En dat lukt gewoon niet. En dat lukt niet omdat je te veel gegeten hebt of net gegeten of weet ik veel wat. Maar eigenlijk gewoon door de hoeveelheid CO2 die inmiddels in de lucht is. Ja, wat is dit nou voor ruimte? Dit is hartstikke groot. We zitten met weinig mensen hier. En toch heb je daar gewoon effecten van. Ja. Hier heb ik een plaatje van het Rijksmuseum. Kun je tegenwoordig vrij makkelijk kopiëren. Van ook iemand die een lezing houdt waarbij iedereen in slaap valt. En ik merk voor mijzelf, dat was ook een van de dingen waar ik op een gegeven moment tegenaan liep. Met name bijvoorbeeld de CCC 6 jaar geleden. Dat was in van die vliegtuigbunkers. En dat ik daar voorin zat, heb ik geen praatje onderhand kunnen volgen zonder in slaap te vallen. Ik merk zelf dat ik gewoon bij een hoge concentratie in slaap val. Ik had het van de week ook weer, zat ik bij een lezing, die vond ik best interessant. En ik heb de helft gemist. Gewoon omdat ik in slaap was gevallen. Nou, ik dus mezelf realiseer dat CO2 gewoon in ruimtes dat effect heeft. In ruimte waarvan je ja, gewoon eigenlijk te weinig ventilatie hebt. En het ook niet controleert en je merkt het niet. En op een gegeven moment heb je zoiets van, ja, goh, ik heb waarschijnlijk niet genoeg geslapen. Te veel gegeten of wat anders. Het is gewoon hoeveelheid CO2 die een rol kan spelen. Ja, ik heb het net hiernaast gemeten. Daar had ik beneden zat ik op even boven de 1000 ppm. Op een gegeven moment en had ik even boven die ingang daar gemeten. En daar zat ik op 1200. In tegenstelling tot wat je verwacht, want CO2 is zwaarder dan lucht. Dus je verwacht eigenlijk dat in rust dat gewoon allemaal bij de grond zit. Maar met, ik weet niet of nou de temperatuurverdeling is of andere effecten, ik constateer gewoon dat bovenin dat je daar het meeste last van hebt. Nou ja, stikstof is 14. En CO2 moleculen zijn echt veel zwaarder. Nee, maar stikstof is natuurlijk nog meer bepalend. Dat is bijna 80%. Maar op van het Java-eiland hadden ze een tentoonstelling over allerlei energiedingen en andere dingen. Er stond iemand die had zo'n tiny house. En dat was schitterend afgewerkt met speciaal gebrand hout dat lang mee zou gaan en goed tegen regen kon. En dan kon je dan ook in overnachten en konden ze dingen ergens neerzetten. En toen hadden ze onder andere de conclusie dat er zat zo'n puntdak zat erin. Dat mensen die bovenin lagen te slapen, dat ze het eigenlijk helemaal niet prettig vonden. Nou ja. Als je ook keek, dan zat er geen enkele ventilatie in dat ding. Dus ja, dan verwacht je ook dat op een gegeven moment daar de meeste concentratie van je CO2 om de een of andere reden gewoon naar boven gaat. En dan... Dus ja, op het moment dat jullie in slaap vallen hier, dan kan het zijn dat het komt of omdat het praatje niet leuk is, of gewoon, ja. Kattenfilmpjes zijn populair, dus helpt altijd. Maar ja, waar komt CO2 vandaan? Nou, iedereen denkt aan schoorstenen. Maar als je deze schoorsteen ziet, wat zie je dan? Damp. Dus dat is, eigenlijk is het voor het overgrote deel, is dit gewoon waterdamp. Dat wil helemaal niet zeggen dat er heel veel CO2 in zit. Het kan best zijn, maar waarschijnlijk is het meeste wat je ziet is gewoon waterdamp.
Nou, hier zo'n gashaard. Bij zo'n gashaard had je met name vroeger in woningen, dat je gewoon wist eigenlijk, je huis was ook slecht geïsoleerd, die kachel die heeft veel zuurstof nodig. En ik heb vroeger antennes geplaatst en als je op zo'n dak stond, dan voelde je ook echt uit die schoorsteen, voelde je echt een hoop warme lucht komen. Dus dat stroomde aardig door. Dus op het moment dat je zo'n ouderwetse gaskachel in je woning hebt, en je hebt ergens wat ramen openstaan, omdat je anders niet genoeg lucht krijgt voor die kachel, dan heb je best een aardige ventilatie. Als je nu kijkt, ik was op de bouwbeurs, en dan zie je gewoon dat de bedrijven gespecialiseerd zijn in het luchtdicht bouwen van woningen. Dat alles is helemaal dicht, behalve die paar ventilatieopeningen die erin zitten, want dan heb je geen last van tocht. Als we nou verder gaan, dan heb je hier op een gegeven moment even die formules waar CO en CO2 vandaan komen. Dus als je methaan neemt, dat is 80% ongeveer van aardgas, en je hebt te weinig zuurstof, dan krijg je CO. En als je genoeg zuurstof hebt, dan krijg je CO2. Dus daarvoor moet je in ieder geval zorgen dat je die dingen voldoende lucht hebt. Maar hier komt eigenlijk ook een hoop CO2 vandaan. Alleen dat horen wij nooit. Dus met het praatje net van Brenno zaten we op 1600 ppm. En niet vanwege die projector of vanwege die laptop, maar gewoon omdat wij eigenlijk ook kacheltjes zijn. Wij eten brood en andere koolhydraten. En wat we uitademen is ongeveer 3-4% CO2 en waterdamp. Als je je spiegel wil schoonmaken, dan blaas je er even tegen. Dan zie je het beslaan. En dan poets je even dat het weer schoon is. Dus wij zijn eigenlijk net zoals die kachel, produceren we ook CO2. Nee, dat hangt er vanaf hoeveel je verbrandt. Dus op het moment dat jij dik aan het sporten bent, dat jij fanatiek staat te squashen of zo, dan zal je in die ruimte daar vast meer CO2 produceren. Dan dat jij gewoon heerlijk onderuitgezakt op de bank naar een van de tv-serie kijkt. Die komt voor een deel komt die uit je eten. Ja, dus jij eet brood, daar zit stoffen in, waar onder andere die bestaan uit koolstof, waterstof, zuurstof. Dat zet jij om met die zuurstof die jij inademt. En daarmee adem jij dan weer die CO2 en dat water uit. Eigenlijk net zoals die formules die we hier zagen. Dus je hebt hier dat jouw lichaam doet precies dit. Dus je hebt dat, dit is geen methaan dan, maar dat is brood of dat is wat anders. Daar komt zuurstof bij wat je inademt. En dan adem je met je longen adem je weer CO2 uit. En gewoon vocht. Zeg je dat? Ja. Alleen. Nou, dat kan ik ook zo laten zien. Ja. Dus. Ik hoorde ook op een gegeven moment van iemand dat ik het over CO2 had. En iedereen heeft zoiets van, CO2 weet je. Mijn auto stoot CO2 uit en voor de rest niet, is niet interessant. En toen zei iemand van een kerkgenootschap, ja, dat effect ken ik wel. Want bij de eerste dienst ging het altijd goed. En bij de tweede dienst viel de helft van mensen in slaap. Nou ja, hoe kwam dat nou? Dus toen op een gegeven moment kwam iemand op het idee van, nou jongens, CO2 meter. En toen was inderdaad was de concentratie te hoog. Dus toen hebben ze die ventilatie aangepast en toen hadden ze er geen last meer van. Ja. Een zwager van me, die heeft zelf een huis gebouwd, echt een schitterende woning. Alleen hij heeft er helemaal geen ventilatie in aangebracht, want ja, wie moet nou ventileren joh, en waarom? Dus, hoezo ventileren? Dus dat willen wij helemaal niet hebben. Er is een schitterend filmpje van de NASA. Dan zie je een beetje hoe de CO2 zich verdeelt over de wereld. Je kan hem op internet kan je hem zo vinden. Maar ik vind het gewoon een mooi filmpje om te zien. Dat
Maar als je hier kijkt, dan loopt die concentratie hier, die loopt van 300 ppm tot 600 ppm. Dus dat is best fanatiek. Ja, is gewoon echt in de dampkring. Dus je ziet ook duidelijk bij ons deel daar, dat we best veel CO2 gewoon de lucht inblazen. Nee. Ja, ze hebben een paar satellieten in, ik meen 2012 of 2014, afgeschoten, waarmee ze die CO2 wereldwijd in ieder geval in de atmosfeer kunnen zien. En ja, de laatste jaren zijn mensen zich steeds meer bewust van CO2, maar ja, wij krijgen het altijd alleen maar te horen op een manier dat je denkt van ja, ik heb wel een benzineauto, maar ja, die rijdt zo lekker en een beetje CO2 merk ik toch niks van, dus wat maakt dat uit? En eigenlijk gaat er mij ook veel meer om met CO2, dat zoals met SIA en zo, dat je direct rekening houdt met de effecten van in die tenten die we daar hebben. Dat als je veel mensen hebt en je houdt die zijkanten helemaal dicht en de rest ook. En er valt op een gegeven moment mensen vooraan in slaap zo, dat je niet denkt van nou die zullen wel te veel gegeten hebben. Maar dat iemand zich realiseert van oh ja, we moeten even zorgen dat er wat frisse lucht komt. Dat die mensen weer wakker worden. Nou, bijvoorbeeld. Dus. Hoe meet je nou CO2? Een van de bekende methodes die heel van die dingen toepassen, deze ook. Dat noemen ze NDIR. Dus dat is een kijkers in het infraroodgebied. En dan heb je hier een deel. Dat wordt met name wordt dat verzwakt dan als de CO2 aanwezig is in de lucht. Dus ze meten eigenlijk gewoon met een lampje en een fotocelletje meten ze hoeveel verzwakking je hebt van het licht. En dat geeft hij dan aan als waarde. Daarvoor heb je verschillende methodes, want een van de grootste problemen is eigenlijk, hoe gek het ook klinkt, dat er zo weinig CO2 in de lucht zit, dat het heel moeilijk te meten is. Hoe kun je dat nou keurig meten? Want als je een gloeilampje hebt, dat gloeilampje dat gebruik je gedurende 5 jaar en hij gaat elke 10 seconden aan. Ja, hoe goed is die dan nog na 5 jaar? Als je een normale gloeilamp hebt, dan weet je dat die ook al veel minder licht geeft, dat die zwart wordt of andere effecten. Dus we hebben een aantal trucjes bedacht om op een gegeven moment die meting wat betrouwbaarder te maken. Dus we hebben bijvoorbeeld op een gegeven moment hier 2 lampjes genomen. Die ene doen ze elke 10 seconden aan. En die andere bijvoorbeeld 1 keer per dag. En dan weten ze van, nou die van 1 keer per dag die veroudert veel minder snel. Dus dan gebruiken we die als referentie. En dan zal die andere, die eiken we daar weer aan. Dus dan hebben we een redelijke indicatie. Ook al wordt het lampje steeds ouder en slechter. Dat je het eigenlijk compenseert met een 2e lampje. Andere methode is dat je 2 van die sensoren hebt, 1 in een ander gebied. Het gebied kijkt eigenlijk hier waar je geen verzwakking hebt. En bijvoorbeeld ernaast, zeg maar. Dus als je hier kijkt in dit gebied en je kijkt in dit gebied, dan zou je bij de een zou je geen verzwakking mogen zien, bij de ander wel. Dus dan heb je ook een aardige indruk. Nou, die lekjes die hebben ze nog niet in dat. En lampjes zijn gewoon goedkoper. Nou ja, je hebt dat, denk ik, er gewoon überhaupt steeds meer sensoren komen die beter zijn. Maar wat ze nu bijvoorbeeld ook in het bouwbesluit verplichten, is dat je een zogenaamde zelfkalibrerende sensor hebt. Dus dat die sensor zelf kijkt van, nou jongens, wat is de achtergrondwaarde? Die stellen ze in op 400 ppm. En dan heb je dat als je dus s'avonds of zo in je huiskamer is er iemand aanwezig, je hebt toch dat het frisse lucht is. Dus van, nou dat niveau stellen we op 400 ppm. En wat hij voor de rest aangeeft, dat zou dan goed moeten zijn. Alleen, ja, wie zegt dat 400 ppm is? Dus de waarde die je met heel veel van die sensoren ziet, ja, hoe betrouwbaar is dat? Daar kan ik straks met mijn eigen metingen ook wat van laten zien. Hij blijft leuk. Hoe raken we het kwijt? Dus ja, hoeveel CO2 hebben we? Helpen planten, bomen? Ventilatie, of zijn er andere speciale voorzieningen voor CO2? Want ja, ik hoop dat ik enigszins heb kunnen laten zien dat CO2 echt een probleem kan zijn. Slaapvallen, andere problemen en zo.
Dit is de zogenaamde Keeling curve. Er is iemand op Hawaii begonnen, zo'n beetje in 1958, met te meten hoeveel CO2 er in de lucht zat. En inmiddels heeft volgens mij zijn zoon het overgenomen. Maar je ziet hier dat het van pak een beet, kijk, dit is zeg maar 300 ppm, gaat het naar ruim 400 ppm, eigenlijk in de tijd dat we nu het spul meten. Dan heb je zoiets, weet je, ja, hoe erg was dat nou? Aan de andere kant, als je realiseert dat als we de limiet stellen op 800 ppm, we zouden daar niet boven willen komen, nou, het lastiger wordt, want hier had ik nog 500 ppm ruimte. En ik heb hier nog maar 400 ppm ruimte. Dus als dit doorstijgt tot 800, ja, hoe wil je dan op een gegeven moment nog zorgen dat je onder de 800 ppm blijft? Nou, dat is de vraag nog hoor. Ja, steenkool is er nog genoeg. Dus als je zo'n boom neemt, nou, dan heb je dat die boom die heeft dan, dat hij op een gegeven moment met zonlicht, die werkt niet echt lekker. Dat die samen met water en CO2 uit de lucht, dat die boom groeit. Dus die haalt die CO2 uit de lucht. En die heeft dan als afvalproduct dat hij weer CO de lucht ingooit. En die CO2 gebruikt, of die koolstof gebruikt hij zelf om weer te groeien. Als je dan gaat kijken. Wat? Ja, zuurstof. Oh, nee, klopt. Als je dan gaat kijken, dan zie je hier eigenlijk een leuk effect. En dat is wat de meeste mensen zich niet realiseren als ze heel veel planten op hun slaapkamer zetten. Van, nou, die nemen allemaal CO2 op, dus dan ben ik daar vanaf. Dat is dat als je minder licht hebt, hier heb je lichtintensiteit van 1 en je zit daaronder, dan produceren ze CO2. Eigenlijk net zoals jij en ik. En weet je, ze hebben gewoon ook dat ze energie gebruiken. Die energie zetten ze om in CO2. Dus als je heel veel planten in je slaapkamer hebt, of in je kamer, dan heb je met name als er geen licht is, nou meestal is dat niet als je slaapt, maar ze dus ook gewoon CO2 produceren. Ze hebben ook echt licht nodig voor die fotosynthese om te kunnen werken. Dus als jij een lamp hebt staan, die heel veel licht heeft in je slaapkamer, en je hebt daar plantjes bij, ja, dan nemen ze CO2 op. Maar dat is niet voor iedereen handig. Dus realiseer dat als je denkt van nou, planten zijn de oplossing. Ze hadden ook bij de NASA volgens mij uitgerekend hoeveel plantjes of bomen heb je nou nodig om dat van één persoon daar te compenseren. Toen kwamen ze volgens mij op 500 planten per persoon of zo. En hoe groot dat dan was, dat weet ik niet. Maar je hebt best veel planten nodig om een beetje CO2 af te vangen, wat je gewoon als mens produceert. Nee, dat doet überhaupt niet, want nee, klopt. Als we zeggen, nou, dan hebben we hier een ander ding, een airco unit. Wie denkt dat een airco unit helpt om de hoeveelheid CO2 te verlagen? Zijn er mensen die denken dat het niet helpt? Nou, wat een airco doet, die circuleert het alleen maar. Er zit hier een element tussen wat het verwarmt of afkoelt. Dus zo'n airco unit in je ruimte, in je kantoor, is hartstikke lekker om koude lucht te krijgen. Je voelt het ook dat het aangename is met koude lucht, maar de hoeveelheid CO2 blijft gewoon hetzelfde. Ja, ontvocht is een ander deel, maar eigenlijk is dat eerder een probleem dan dat je het wil hebben. Dus je wil helemaal geen droge lucht hebben. Dus zo'n airco unit tegen CO2 helpt niet. Jawel, kijk, maar je hebt eigenlijk twee vormen. Hoe je het kwijtraakt, dat is met ventilatie. En dit is gewoon afzuiging. En wat je hier ziet, dat is eigenlijk maar een deel van die afzuiging. En hier zie je heel klein getekend, zie je een paar van die hele blauwe pijltjes naar binnen. Met van die raamroostertjes. Dus je hebt hier dat je alle warme lucht, die zuig je af. Die gooi je gewoon weg. Maar je gooit nog wat weg. Want je krijgt hier binnen, krijg je allemaal koude lucht. Dus als het buiten 10 graden vriest. Jij zit hier op de bank of ergens anders daar. Dan heb je zo'n hele koude lucht in je nek. En denk je van, het is koud. Weet je wat je dan doet? Het roostertje dicht doen. Want het is koud, het is koude lucht. Dus wat raak je dan kwijt? De toevoer van die verse lucht die je nodig hebt. Het heeft nog een nadeel, want koude lucht kan veel minder bevatten dan warme lucht. Dat zie je ook als je die spiegel hebt.
met jouw warme adem tegen, krijg je die condens. Wel warmer is dan die spiegel. Of waarop je dat doet. Dus op het moment dat jij die lucht afzuigt, dan raak je heel veel vocht kwijt. En met die lucht die naar binnen komt, zit veel minder vocht in als die weer dezelfde temperatuur heeft als die ruimte. Dus daarmee wordt die ruimte wordt steeds droger. Dus dan moet je allemaal voorzieningen treffen om te zorgen dat die ruimte weer voldoende vocht krijgt met roostertjes en vochtdingen en zo. En dat is alleen maar lastig. Dus je hebt dat, die afzuiging helpt wel. Maar eigenlijk als het echt koud is buiten, dan is het geen handige methode. Wat je ook ziet, dat is dat je een balansventilatiesysteem hebt. Dus dan heb je hier een ding. En die heeft dat die lucht eigenlijk aanzuigt. En hij heeft dat die lucht naar buiten blaast. En hier zit een warmtewisselaar in. Die als je een goede hebt, ook vocht uitwisselt. Dus dan heb je dat die lucht die naar buiten gaat. Die op een gegeven moment afzuigt. Die staat zijn vocht uit, af. Aan de lucht die ook weer naar binnen geblazen wordt. Dus dan krijg je en frisse lucht in je huis. Die lucht die hier uitkomt, die is maar een klein beetje kouder dan wat die weer aanzuigt. En op zich kan dat best werken, alleen zijn een hoop van die installaties ook niet handig. Dus dan heb je zo'n installatie, maar dan is die te zuinig gebouwd of er zijn andere dingen mee. Zo had je in de wijk Vathorst in Amersfoort, dat ze huizen hadden gebouwd die ontzettend energiezuinig waren. Waarvan de ramen niet open konden, want stel je voor dat mensen hun ramen open doen. En iedereen werd ziek daar. Of althans, heel veel mensen kregen de meest gekke, waanzinnige gezondheidsklachten. Nou, wat je bij die systemen niet hebt, dat is eigenlijk net zoals wat ik in mijn auto heb. Dan heb ik op een gegeven moment zo'n indicatie van, joh, ik heb een servicebeurt nodig. Dus ja, weet je, dan moet je zo'n ding moet je onderhouden, zo'n ventilator. Moeten nieuwe filters in of zo? Ja, dat doe je natuurlijk niet. Dus wat gebeurt er? Het spul komt allemaal dicht te zitten. Hoezo verse lucht? Dus je krijgt helemaal geen verse lucht meer, omdat het ding gewoon niet meer functioneert. Zonder dat jij het weet, zonder dat je gewaarschuwd bent. Hangt er vanaf hoeveel die moet blazen. En dat hangt er af van hoeveel mensen in je huis hebt en hoe die aangestuurd wordt. Als je een groei hebt die met CO2 per ruimte wordt aangestuurd, dan valt het mee. Dan ben je, ja, pak een beetje 10, 15 watt kwijt of zo. Dus dat is ongeveer 30 euro per jaar. Als je veel meer afzuigt, dan ben je meer kwijt. Nee. Nee, het is echt marginaal. En je hebt tegenwoordig ook dat er steeds meer bedrijven zijn. Van Brink heb je ze, van Klimarad. Dan heb je die units heb je hier lokaal. Dus dan heb je waar je op een gegeven moment mensen hebt zitten, installeer je zo'n apparaat. Die van Brink is ongeveer een diameter van 30 centimeter, gewoon een gat in je muur. Zijn 60 centimeter diep en die doen het lokaal. Een klimarad, dat zijn dingen die doe je ja, ergens onderaan. Dan heb je een aparte inzuigen en een aparte uitstootopening. Die hebben dan dat ze die ruimte ook van verse lucht voorzien. Dus dan heb je niet meer die pijpen allemaal nodig. Hoef je het ook niet achteraf in te bouwen. En dan heb je alleen lokaal, zeg je van nou weet je, ik heb hier een stopcontact. Ik zet dat ding tegen een buitenmuur aan, want binnenmuur is een beetje onhandig. Dan heb je ook verse lucht. Ander verhaal, ik weet niet of mensen dit verhaal kennen van de Apollo 13. Er staat een schitterend verhaal op internet. Apollo 13 ging er iets fout. Ze hadden in die servicemodule, hadden ze twee voorraadvaten van zuurstof. Dat gebruikten ze voor hun brandstofcellen en voor het interieur daar. En die waren ontploft. En toen hadden ze het probleem dat ze geen energie meer hadden, want die brandstofcellen deden het niet meer. En ze hadden natuurlijk geen verse lucht meer daar. Dus toen zijn ze met z'n allen in die maanlanden gaan zitten. En in die capsule zelf hadden ze van deze vierkante apparaten, daar zat een chemische stof in die die CO2 afvangt. Dus tijdens die missie die ze daar hadden, tijdens die 6 dagen, hadden ze voldoende van die dingen en die hadden voldoende capaciteit om van 3 man gewoon alle CO2 af te vangen en veilig bleef. Die Maanlander capsule, die was maar 2 man berekend voor een veel kortere tijd. Dan hadden ze hier van die ronde capsules hadden ze daarin zitten. Alleen het probleem was, ja, toen zaten ze dus in die Maanlander capsule. En ze hadden eigenlijk maar voor veel te weinig capaciteit om CO2 af te vangen. Om die hele reis te maken. Dus je had kans dat ze met hun eigen CO2 ook op een gegeven moment niet meer in staat waren eigenlijk om terug te keren naar de aarde. Omdat die concentratie gewoon te hoog werd. Dus dan hebben ze met een noodvoorziening, hebben ze zo'n module met allerlei trucjes en duct tape en zo en een slang. We hebben ze hem aangesloten aan die unit. Dat ding toch weer gewoon die CO2 uit die lucht filterde. In die
Maanlander, dat ze gewoon die reis overleefd hebben. En aan het eind ja, was het niet zo erg meer. Dus gingen ze weer terug in die capsule, terug naar de aarde. En dat hebben ze toen overleefd. Omdat die twee dingen niet compatible met elkaar waren, hebben ze dus met allerlei trucjes en vanaf de grond bij de NASA hebben ze bedacht hoe ze die hele constructie moesten vormen daar, om toch weer heelhuids terug te komen. Dus ook daar zag je dat CO2 in dat verhaal gewoon ook een rol speelde. Dat de CO2 die wij uitstoten toch degelijk van belang is. Ook zoals bij dat soort triviale dingen waarvan je er nooit wat ziet. Even kijken. Deze is ook wel leuk. Eigen ervaringen. Nou, het meten is lastig. En zonder mechanische ventilatie is het eigenlijk ook niet te doen. Wacht even. Zo. Het is heel slecht te zien hier. Maar ik heb dat ik op een gegeven moment in mijn woonkamer twee van die CO2-meters naast elkaar had staan. En ik was gewoon benieuwd van in hoeverre geven die dingen nou hetzelfde aan. En dat bleek helemaal niet zo te zijn. Ik zat hier op een gegeven moment gewoon een verschil die grote waarde van 100 ppm. Zelfde merk, zelfde module, gewoon al maanden naast elkaar. Wat? Deze dingen zijn zeg maar 100 euro per stuk. Nee, de goedkoopste beginnen ongeveer bij 100 euro. Tenminste, als je een kant-en-klaar ding koopt. Die dingen van... Zoiets bij Conrad betaal je hier voor nu ongeveer 150. Nou, je hebt de Z19, MHZ19 heb je. En die kost iets meer 20 of zo. Nee. Nou, hetzelfde. Alleen wat je gewoon ziet is omdat... Ja, het is gewoon lastig te meten. Weet je het? Alleen CO2. Nou, je hebt vaak dus het wel combineren met andere metingen om te compenseren. Omdat je gewoon, voor een deel hangt af van de temperatuur en dat soort zaken. Dus wil je goede meting hebben, dan moet je ook een combinatie hebben van een aantal van die factoren. Nee, door die automatische calibratie die erin zit, kun je daar niet op vertrouwen. Ja, doen ze allemaal, zo'n beetje, tenminste bijna allemaal. Je had van General Electric de 6615, die deed het niet, en de 6613 wel. En meestal zie je dat tegen die 6613 werd toegepast. Dus ook al meet je dan, net zoals dit ding ook, ja, hij geeft nu 600, ja, bijna 700 aan. Maar het kan net zo goed zijn dat het 800 is, maar het kan ook een stuk lager zijn. Dus ook als je zo'n ding neerzet, en je denkt van, nou, ik heb de waarde hier, het is tot op de ppm nauwkeurig, geeft het ding aan wat het is, vergeet het maar. Nee. Nou, die zeggen ook niks. Ja. Nee, maar de kans daarop is wel groot. Nou, ik heb op een gegeven moment, omdat... even kijken hoor. Dit is van mijn... Nou, je ziet hem hier niet. Ja, die rode is van mijn woning en die gele is van mijn slaapkamer. Waar mensen zich... Nee, dat zie je niet. Wat je moet realiseren is dat die slaapkamers zijn veel kleiner dan die woonkamer. Dus als je aan gaat meten en je hebt gewoon een slaapkamer en je hebt dat niet voldoende geventileerd, dan heb je dat die concentratie daar ook veel hoger oploopt. Dus ik heb gewoon moeite om die concentratie eigenlijk onder de 800 ppm te houden, terwijl ik gewoon een raam constant open heb staan zo. Nee, want dan word ik minder lekker wakker. Ik slaap minder goed gewoon. Dus. Ja. Ja. Maar zelfs zo'n open raam helpt dus niet, gewoon met natuurlijke ventilatie, eigenlijk om dat CO2-percentage echt een stuk lager te houden. Dus moet je je voorstellen dat met een aantal jaren, met al die CO2 die wij uitstoten, dat je niet op 400 ppm buiten zit,
dat je gewoon minimaal 500 ppm zit, dan wordt het gewoon nog lastiger om te zorgen dat wij gewoon gezond kunnen leven met een, ja, een beperkte hoeveelheid CO2 in onze lucht. Zijn er nog vragen verder? Of? Vindt er eerst het enige? Nou. Nee, je vangt het af. Maar als je eigenlijk verder gaat kijken, dan is het eigenlijk een kringloop. Ik had dat ik. Als je hier kijkt, hier zie je eigenlijk, oh, de volgende, het ding is te traag. Hier zie je eigenlijk het effect. Wat je hebt, dat is dat je hebt een of andere brandstof, je hebt zuurstof en daar krijg je energie uit en CO2 en water. Maar voor een deel kun je het proces omkeren. En het probleem wat je voornamelijk hebt, dat is dat CO2-percentage in de lucht heel laag is. Dus op het moment dat je kunstmatige gassen wil aanmaken of andere brandstoffen, dan heb je ontzettend veel lucht nodig met wat water. Dus vandaar dat ze bijvoorbeeld algen gebruiken en dergelijke dingen. Dan moeten ze steeds CO2 aan het water toevoegen om die algen een beetje te laten groeien, met zonlicht erbij. Maar als je ergens in een woestijn die CO2 die je hebt afgevangen daar naartoe brengt met wat water erbij en het zonlicht, dan kun je daar weer perfect gewoon brandstoffen van maken. Dus als je het niet ziet als iets wat eigenlijk maar één kant op werkt, maar iets wat ook de andere kant op kan werken. Door gewoon weer energie toe te voegen op een andere plaats. Dus eigenlijk kun je aardgas en zo veel beter zien als een accu. Dat je gewoon zegt van, nou weet je, als die leeg is, dan heb ik geen gas meer. En ik vang de restproducten weer op en dan maak ik weer gas van. Dan dat je het alleen maar als een proces ziet, eigenlijk altijd alleen maar één kant op kan werken. Dus het handigste is gewoon zoveel mogelijk processen waar heel veel CO2 vrijkomt. Moet gewoon daar af te vangen, want dan heb je een hoge concentratie. In plaats van die 0,04% die in de buitenlucht zit. En dan gebruik je dat gewoon om weer nieuwe brandstoffen te maken. Dat was hem.